Goedenavond, fijn dat u kijkt naar Saartje. Vanavond wordt het een gezellig vrouwenonderrondje. Waar we precies uitkomen, dat is nog één groot vraagteken. Maar met wie? Dat is dan weer wel duidelijk, want mijn gasten vanavond zijn auteur, feministe en iemand die heel graag aan de takken van de bomen rammelt, Saskia de Koster. En we hebben nog een vrouw die graag op de barricades gaat staan, onze Vlaamse minister Suhail Demir. Dit is Saartje. Saartje, een geweldige madame, een slimme madame ook. En wij hebben ook wel wat gemeenschappelijke interesses, zoals natuur en milieu. Alle twee heel gepassioneerd mee bezig. Ook Vlaanderen Vakantieland. Ik ben daar nu terug mee gestart als minister van Toerisme. Saartje heeft dat vroeger ook gepresenteerd. En ook heeft zij de presentatie gedaan van Ter Hils. Een heel mooi vakantiepark, uiteraard in Limburg. En hebben we elkaar geregeld gezien. En dus ja, het is eigenlijk een perfecte madame. Dus mannen die geïnteresseerd zijn, één adres. Is hij me aan het verkopen of wat? Stout, hè? Allee, dat is goed. Ik ben eens benieuwd welke reacties dat ik ga krijgen. Alleen maar positieve reacties. Ja, hey, maar heel tof. Ja, ik kom u altijd tegen in de natuur, hè? Altijd in het groen. Ja, dat klopt. Ik ben natuurlijk ook wel bevoegd voor natuur. Ik vind dat we natuur ook verwaarloosd hebben de afgelopen 10, 20 jaar. En we hebben ook maar één natuur, dus we moeten daar gewoon zorg voor dragen. We moeten aan natuurherstel doen, we moeten meer natuur hebben. En we moeten ook meer in de natuur. Ik denk, met corona heeft iedereen dat ook wel gemerkt. Ja, dat klopt. En ja, ik zie dat jij ook veel met natuur bezig bent. Dus ook een goede ambassadrice, vind ik. Ja, dank je. Dus ja, vandaar. Ja, ja, want er is nog veel werk als minister. Ik volg je ook op Instagram. Ik vind dat jij iemand heel actief bent. Hoe doe je dat allemaal? Ik doe dat eigenlijk het liefste van al. Ik zit minder liever in mijn bureau, in Brussel op de zesde verdiep, zo ergens. Ik ben liever iemand die echt op terrein gaat, gaat kijken, oké, wat beweegt er allemaal in Vlaanderen. We hebben zoveel vrijwilligers, als ik zie wat dat al die vrijwilligers bijvoorbeeld van Natuurpunt allemaal doen. En allemaal voor ons, voor onze milieu, voor onze natuur, maar ook als het gaat over water. We moeten heel veel bomen planten, hè, die 4000 hectare bos. Er is zoveel werk. Ja. En ja, ik vind dat gewoon, dat is de beste leerschool eigenlijk, gewoon op terrein te gaan, om te zien van wat beweegt er. En wat is, soms zijn er ook dingen die niet goed zijn en dat hoort je ook op het terrein. Ja. Dat hoort je niet op je bureau op de zesde verdieping in Brussel. Ja. En woon jij zelf ook in het groen? Ik woon zelf dicht bij het centrum van Genk, maar toch nog omringd met bomen en ja, ook bij mijn thuis, tuin, is ook zo wel een beetje chaotisch zo, hè. Chaotische tuin, maar dat is goed voor de biodiversiteit. Ja, ja, ja. Hè. Dus jij kunt echt genieten zelf om in de natuur te zijn. Ja, ja, ik denk, net zoals heel veel mensen, dat ik daar... je komt ook tot rust in de natuur. Ja. Ik vind dat we moeten, natuur is belangrijk, hè, voor onze omgeving, maar eigenlijk voor ons mentaal welzijn ook. En ik merk wel, sinds dat ik ook de 10.000 stappen doe, hè, per dag, het weekend meer, dan probeer ik naar 20.000 stappen te gaan. Maar dan is dat echt wandelen in de natuur. Ik doe ook wandelvergaderingen. Ah, dus dan spreek ik af aan een natuurgebied. Hè. Dus voor die CEO's was dat aan het begin een beetje raar, dat ik zei, om 8:30 aan de Maten in Genk. En dan gaan we 1,5 uur vergaderen, dus al wandelend. Ja, in het begin vonden ze dat wel raar, maar nu weten ze dat van, dat kan wel zijn dat het een wandelvergadering is. Dat is wel en, heel tof. Ja. Maar je voelt je ook heel vrij in die natuur. Ja. Heel je lichaam, je geest. Je kunt je herbronnen, nadenken. Soms 2 uur gaan wandelen. Ja. En ik denk dat je dat als politica ook wel nodig hebt, hè, die rust. Ja, het is een chaotische bedoeling. Het is vaak ook heel veel werk. Dat is ook wel normaal, denk ik. 'S morgens word je wakker en dan denk je, dat is mijn dagplanning. Maar meestal loopt dat dan helemaal mis. Omdat er dan heel veel andere dringende dingen zijn. Dus je hebt daar ook wel nood aan. Ja. Even weg te zijn en tot rust te komen. En we hebben ook niet zo'n gemakkelijk jaar achter de rug. Toerisme lag ook helemaal op zijn gat.
Ja, dat is nog altijd eigenlijk verschrikkelijk voor iedereen die actief is in de sector. Heel veel mensen die daar ook een job hebben, die daar ook met hart en ziel in werken. Wij zijn ook heel gasvrij, want toeristen die naar het buitenland hier komen, die worden hier ook echt heel gasvrij ontvangen. Dus dat was een drama, ook echt een miljarden verlies voor heel die sector. Mm-hmm. Maar we hebben wel altijd geprobeerd om dat binnenlands toerisme wat bekender te maken bij de Vlamingen, maar ook bij de Walen hebben we ook wat reclame gevoerd. Dus ik heb ook dat met de Waalse minister en met de minister van Duitsstalig gebied hebben we ook zo wat de handen in elkaar geslagen. Hebben we gezegd, kijk, we gaan promotie maken in het binnenland. En wat bezoek jij zelf graag? Ik ga liefst van al naar een groene regio. Misschien is dat omdat ik zelf van een groene regio kom. Maar het liefst van al de Westhoek. Ah, ik vind de Westhoek heel Poperingen mooi. Poperingen en zo. Poperingen, Lampernissen, zo, Steenkerken. Zo, heel die côté. Ik vind dat een heel mooi gebied. Ja, ja. Ook qua landschap. Dat is ook wel heel landelijk. Hè? Ja, het is landelijk, dat wel. Maar ik vind het mooi gewoon. Ook de mensen zijn daar ook nog echt authentiek en puur en die zeggen gewoon een gedachte. Maar dat vind ik van de Limburgers ook wel. Ah, ja? Ja, elke keer als reporter van Vlaanderen Vakantie naar Limburg ging, dan werd ik daar altijd zo goed ontvangen. Ja, dat is ook wel, inderdaad. Ja. Want ik heb zelf ook in Antwerpen gewoond, hè, mm-hmm. Heel vroeger na mijn studententijd. Ik vond dat ook wel tof, hè, zo stedelijk, leuk, maar op een bepaald ogenblik mist je wel die open ruimte. Ja. Ik had zo op het einde ook zo het gevoel, als van het moment dat ik mijn appartement buiten kwam, dat zo precies iedereen op mij afkwam. Ja. En al die prikkels en dat dacht zo van, ik moet hier ademhalen. Dus het liefst van alles zit ik in een groene regio, maar zo'n citytrip naar een stad of zo is ook wel mooi. Alleen museum en lekker eten, en dat is een ander concept. Maar als ik echt kan kiezen, dan is het toch wel liever zo ergens in een bos voeren bijvoorbeeld, ergens ver weg zo. Oké, ik ben benieuwd waar onze volgende gast graag vertoeft, in de natuur of in de stad. We vragen het haar zelf, Saskia de Koster. Ja, Saartje, de laatste keer dat we elkaar gezien hebben, kon ik eigenlijk amper zien door de flessen wijn door. Dus ik weet niet hoe dat dan nu gaat zijn. Het is wel altijd zo, als wij afspreken, is er een derde bij, een vriend, om ons uit elkaar te houden. Dus de andere gast, Waldemir, daar heb ik echt zin in. Hoe dat met Saartje gaat lopen, ik weet het niet. Zalig. Ja, dat is wel zo. Hè. We hebben regelmatig dat is toch waar, hè? Een date met z'n drieën. Ja. Een onderrondje. Maar een onderrondje. Effectief, de laatste keer was dat toch een glazige bedoeling, of het dat ik nog van weet. Dat was echt wel weer al... Ja, of... Dus, maar nu is u wel hier om ons een beetje met elkaar te houden. Leuk misschien. Onderrondje. Trouwens, kennen jullie elkaar? Nee. Ja, het is de eerste keer hè, dat wij dan nog een Chesterfield delen. Dus, nee. Oké, dus dat wordt heel spannend. Maar we kennen jou, hè? Ah ja, dus ik ben de mayonaise tussen jullie. Dus dat komt helemaal goed. Saskia, wat heb jij allemaal uitgestoken het afgelopen jaar? Goed. Ja, waar heb jij gezeten? Ik vind dat heel gek om op terug te blikken ook. Zo, hè. Corona-jaar, dat heeft zo toch iets vaags. Of alles loopt dat door elkaar. Ik heb eigenlijk wel veel geschreven. Dus bij mij is het gelukt dat mijn core business redelijk onaangetast is. Ja, ik kan nu beginnen klagen over, weet ik veel, een festival in Japan bijvoorbeeld, dat dan niet is doorgegaan. Jawel, dat is online en zo gebeurd, maar dat is toch net even anders als je daar zelf naartoe mag. Hè. Mm-hmm. Maar eigenlijk heb ik gewoon kunnen doorschrijven. Dus ik heb heel uiteenlopende dingen gedaan, bijvoorbeeld een kinderboek geschreven. Voor Karel Kneut. Fantastische... Dat is iets nieuws voor u, hè? Ja, dat is iets nieuws. Maar ik heb al altijd zoiets min of meer kinderlijks, denk ik, in mijn werk. Of dat hebben veel mensen mij ook al gezegd. Mm-hmm. Dus het was nu wel hoog tijd om dat eens echt helemaal te gaan doen. Maar daarnaast is er dat, echt de fantasie volledig. Ja. Maar bijvoorbeeld ook door corona, door andere dingen, ik kan dat dan niet laten om opiniestukken te gaan schrijven of om mij daar wat meer in te gaan verdiepen. Ook een column in de krant De Morgen. Ja. Dus dat houdt mij dan ook wel in de realiteit. Mm-hmm. Ook aan een roman zitten werken. En dat is altijd dat ik dan denk van deze keer. Ja. Ik
heb achtermans, dit keer gaat het echt makkelijk gaan. Ik ga mij neerzetten en dat gaat eruit stromen. En dat valt iedere keer toch wel tegen, ja? Eigenlijk. Ja. En hoe valt het dan tegen? Nee, ja, gewoon dat dat niet gebeurt. Hè. Maar ik denk dat dat een beetje is zoals een soort van fantasie die ik ook toen ik klein was had. Dat ik dacht van als ik achter een piano ga zitten, ik begin daarop te spelen, dan lukt dat gewoon. Dat is natuurlijk dus het ook niet schrijven waar. Is meer voor u een strijd van en zoeken en het is wrikken zoeken, en... maar ik denk dat dat in de meeste dingen eigenlijk zo is. Dat je denkt van, goh, dat gaat hier vlot gaan en dan zijn daar toch veel... Ik kan me voorstellen dat dat in politiek ook zo is, hè? Dat dat voortdurend... Dat je heel doelgericht kan zijn en denk je, daar ga ik naartoe, maar de omwegen, ja, dat is soms wel... Maar hoe ziet een dag van een schrijfster eruit? Dat vraag ik mij altijd. Ja, ik vraag me dat ook af. Tot 10 uur in je bed en begin je aan rustig. Zie, dat zijn hier zo... Ik kom nog, denken, zeg nog eens te vooroordelen, want ik zou interesseert denken, mij wat ik mij altijd voorstel bij schrijvers of schrijfsters, dat die lang slapen, dat die dan wakker worden en dat die dan een koffie drinken en een sigaret. En dat ze dan beginnen te schrijven, maar dat ze dan ook wel lang doordoen. Dus dat je dan tot ze 's nachts 2, 3 uur, 4 uur... Ik heb daar dus een heel ander beeld over. Ah. Ik denk dat een schrijver net heel gedisciplineerd is. Opstaan om 7 uur, ontbijt en om 8 uur eraan beginnen, dan een beetje sporten en dan terugschrijven. Dat denk ik juist niet. Wat wie heeft gelijk? Ja, wie gelijk heeft, ik kan alleen vanuit mezelf spreken. Ja. Die koffie, dat is waar. Dat vind ik wel een noodzakelijk ingrediënt. Maar ik kan niet lang slapen. En zeker sinds ik een zoontje heb, weet ik eigenlijk niet eens meer hoe dat moet. Dus dat klopt eigenlijk volledig niet. Ik ben altijd meer, dus in mijn studententijd was dat helemaal het omgekeerd, maar nu ben ik echt ochtendmens. Ah, ja, okay. En dat is wel zo. Als ik dan wakker ben, dan denk ik van hup, we vliegen erin. En dan wil ik eigenlijk liefst zo snel mogelijk gaan schrijven. En wanneer heb je dan het gevoel van oké, ik sluit een dag af, ik heb genoeg geschreven? Dat hangt er vanaf met wat ik bezig ben. Hè. Bijvoorbeeld als ik nu een column schrijf, is het wel zo. Dan ga ik in de kranten kijken van wat triggert mij hier, waar heb ik echt iets over te zeggen. Daar ben ik het helemaal mee eens, oneens. En dan werk ik tegen een deadline, vind ik eigenlijk heel leuk. Ja. Dat ik zo die adrenaline heb van oké, nu moet dat binnen. Als ik aan een boek bezig ben, ja, dan is dat toch wel meer dan zo'n soort van... motor die aan blijft staan. Dus dan werk ik wel laat 's avonds. En wat zijn de thema's die je triggeren nu, heden ten dagen? Dat is veel hoor. Ik heb bijvoorbeeld nu net column geschreven over een meisje dat een brief aan haar schooldirectie schreef, omdat het zo warm weer was. Hè, en ze kregen opmerkingen over het feit dat dus de rokjes toch te kort waren en buiken niet bloot mochten en zo. En dan denk ik van oké, dat is eigenlijk een heel straf feministisch standpunt van dat meisje. Dat is sterk, dat hij op 14 jaar zo assertief en zo mondig is om dat te doen. Want zij zegt van ja, maar ja, en waarom mogen jongens dan wel shorten dragen? Ja, en hun onderbroek half bloot laten zien. Hemd open en zo, wel borstkast tonen, dat klopt toch niet? Dat is waar. En dan dacht ik van ja, eigenlijk lijkt het mij nu voor is er enorm veel druk hè, om zien en gezien worden. En dan nog door social media is dat heel sterk. Ik ben, en dat kan super ouderwets en conservatief klinken, maar ik denk een schooluniform lijkt mij een oplossing. Ja. Ik heb dat nog gehad. Jij hebt dat nog gehad? Ja, ik heb dat nog gehad. En ik vond, echt? Ja. En ik vond dat wel heel gemakkelijk. Dus dat was dus, ja, een katholieke school, een geruit Schotse ruitjes en dan donkergroen. Maar ik vond dat, waarom vond ik dat ook gemakkelijk? Omdat op die school had je heel veel kinderen van advocaten en dokters en ik weet niet wat allemaal. En ik was zo het enige mijnwerkerskind die daar was. En ik vond dat gemakkelijk, omdat je dan de merken en zo niet zag. De klasse van twee, hè? Dat vond ik. Voor mij was dat als kind wel een geruststelling. Zo van, oké, ik moet mij niet minder voelen. Ik had dat wel zo bij mij. Ik heb ook uniform gedragen, maar je zag echt wel het verschil in een uniform.
Oh, dat was bij ons wel waar niet. Dat de stro nog aan hing. Of in mijn geval in een uniform dat een duur rokje was. Ja, maar er zal altijd verschil zijn, maar ik denk dat het wel helpt om het gewoon die stress van niet moeten kiezen. Ja, ook voor ouders. Hè? Mijn zus die zat dan op een andere school, die had geen uniform. En die moest dan 's morgens nadenken, wat ga ik vandaag weer aan doen? En ik had die stress. Dat jij het standpunt ging innemen van... mensen moeten niet oordelen over kledij wat meisjes willen dragen. Ja, ja, maar ik vind dat dus heel goed, hè, dat meisje protesteert bij haar directie. Dat vind ik heel mondig en straf. Maar ik denk gewoon dat die stress heel groot is. En vooral nu, we leven echt wel in een tijd van heel veel consumeren. En ketens zijn daar echt op gericht. Mm. Het is niet meer een seizoen. Hè, de mode is niet meer een seizoen, maar dat is echt... Ja. Bijna een maand. Mm, en dan hup, weg. Ja. Dus dat is wegwerkkledij. En ook qua duurzaamheid en zo is dat echt. En voor ouders, dat kost eigenlijk veel geld. Ook al zijn dat vodden van 10 euro of zo. Mm. Hoeft er natuurlijk niet altijd in mee te gaan. Hè. Ik wil nog even tot bij jou komen. Hoe ziet een dag van... Hoe ziet een dag van een politica eruit? Ik heb het aan haar gevraagd, dus ik wil het aan jou ook vragen. Vertel eens, hoe denk je dat? Dus om 10 euro. Ik denk dat die eigenlijk... En dan een koffietje drinken, even wat telefoonnetjes doen. En gewoon dicht. Nee. Ik ben om 17:15 ongeveer wakker. De wekker staat al aan. Ja. Dan doe ik mijn mails. En soms moet je ook zo radio quotes doen. Mm-hmm. Om 8 uur of om 19:30, maar tussen 19:30 en 20:30 mag niemand mij storen, omdat ik dan zo met mijn dochter, die is 3 jaar, en dat is zo ons moment. Dus we eten samen, kleren aan doen en zo. Dus ik doe dat dan allemaal ervoor, dus voor 19:00, dus van 17:45 tot 19:00. En dan de beste, heel leuk moment met haar. En dan breng ik ze naar school. En daarna beginnen de vergaderingen en ofwel de commissies. Ik heb 2-3 dagen commissie, parlement. Dat is allemaal online nu? Dat is online nu, parlement zelf niet. Dus dat is woensdag, maar ik heb dinsdag en woensdag voormiddag is dat online, digitaal. Dus heel veel vragen van parlementsleden die je hebt. En dan de maandag en de donderdag, dat is terreinbezoek dat ik vooral doe. Ja. Veel van alles gaan bezoeken, zien wat heel er allemaal veel, beweegt. Je zit altijd op verschillende plekken. En vrijdag is dan zo regering. Mm-hmm. En dan, dus dat is wel meestal stressie, omdat je donderdag heb je al je dossiers en dan probeer ik dat wel s'avonds nog allemaal goed door te nemen en dan nog met adviseurs bellen en dan begint ze. En om 8:00 moet ik dan vrijdag al in Brussel zijn en dan begint eigenlijk. Een politica is geen gemakkelijk beroep. Ziet jij jezelf iets anders doen? Het is inderdaad geen gemakkelijk beroep. Ik ben daar ook zo wat in gerold. Ik had zo nooit zoiets van, ik ga later de politiek in. Eigenlijk helemaal niet, want het grappige van alles is wel dat ik toen ik aan de KU Leuven was, mijn lief, die was toen heel veel bezig met de politiek en die zat zo in allerlei politieke verenigingen en altijd zo filosoferen en zo in de aula altijd zo met de krant zo van laten zien van ik word later de minister en ik was dan altijd bezig. Ik was dan het lief, maar ik deed dan vuiven organiseren. Het leukere. Ja, en zo echt het toffe werk. En toen ik verkozen was voor de eerste keer, belde die mij. Ondertussen wel ex-lief, maar we hadden nog contact. En toen belde hij mij. Zeg, dat is wel niet eerlijk, hè? Ik had wel een parlement moeten zitten. Dus dat zei je dan? Ja, dan zullen haar daar moeten werken. Sorry, ik zeg. Dus ik heb daar eigenlijk nooit. Het was zo niet dat ik had van dat moet ervan komen. Dus ik heb wel rechten gedaan, maar ik zie mij wel nog altijd op termijn nog iets anders doen. Saskia, zou jij iets anders willen doen dan schrijven? Wel, ik denk eerlijk waar dat ik gewoon tot niet veel anders in staat ben. Allee, en ik ben oprecht blij dat ik dat kan doen, schrijven. Dat is zo hetgene dat mij gewoon ook een fundament geeft. Waarvan dat ik weet, ik wil dat doen. En ik vind dat ook fijn dat dat op heel veel verschillende manieren kan. Of dat dat zo divers kan zijn. Dus en wat je doet het ook heel goed, hè? Dank u. Ja, ik lees altijd de boeken. Allee, het duurt wel lang voor ik een en uit heb, maar ik lees ze. Goed, wij laten hier altijd woorden op onze gasten los. En dan zien we wel waar we ergens belanden. Perfect. Dat is lang geleden. Wat is dat? Ik kan toch naar u kijken. Oeh, en waarom? Omdat jij er net over een flessen bent. Ah, ja, jawel.
Happy hour. Ja, Adel, dat is nu echt waar, al zo lang geleden precies. Ja. Dat me eerder doet denken aan, weet ik veel, een ballon van een geboorte of zoiets, dan echt het happy hour van de drankjes halve prijs. Ja, waar associeer ik dan nog mee? Toch wel, denk ik, de goedkoper een drank waar ik me zo nu ietsje te oud voor vind. Ah, ja. Ik vind dat wel. Ik vind van een bepaalde leeftijd moet uw standaard qua alcoholconsumptie moet dat wat hoger gaan. Ja, ik weet niet, zo'n happy hour op je kabinet. Ja, dat is nu al lang geleden natuurlijk met die corona, maar ik moet wel zeggen dat we voor corona, zo de vrijdag, na de regering, als al die dossiers, met al die raadgevers, dat is ongelooflijk hoe hard dat die werken. Zijn meestal ook echt idealisten die daarvoor gaan. En echt geweldige medewerkers heb ik op kabinet. En als we vrijdag dan onze dossiers binnen hebben, dus als we het binnengehaald hebben, want ja, je moet dan nog een akkoord vinden in die regering, dan hadden we wel happy hour. Ja. Ah, dat is happy hour. Dat is bij mij de happy hour. Ik dacht gewoon wat er op een café zo buiten staat van de cocktails. Tussen weet ik veel de uren dat er eigenlijk niemand cocktails drinkt, halve prijs. Ah, ja, halve prijs. Ah, maar zoiets te vieren, ja. Nee, je vult het in zoals je wilt. Ja, zoveel vul je. Dat was zo bij ons voor corona. Ja, en als schrijver is dat dan een beetje moeilijk, hè? Want je hebt geen collega's. Ja, mijn zoontje die is altijd zo van, maar en jouw collega's, mama, wie zijn dat dan? Wat zeg je dan? Nee, er zijn wel mensen van de uitgeverij natuurlijk. Ah ja, toch collega's, gelukkig. Nee, jawel, ik heb wel zo'n vaste groep van vrienden waar dat wij bijvoorbeeld vrijdagavond wel iets mee drinken of zo. Maar dat zijn geen collega's. Is dat niet eenzaam eigenlijk? Ja, maar ik denk eigenlijk echt een van de voorwaarden bijna om te kunnen schrijven is wel, je moet wel alleen kunnen zijn. Dat moet, bijvoorbeeld wat ik absoluut niet kan en wat voor een schrijver ook wel nodig is, is kunnen blijven stilzitten. Eigenlijk ben ik daar heel slecht in. Mm-hmm. Maar daarom dat ik zo graag sport, of ik heb daar echt nood aan, ook om buiten te gaan sporten. Maar alleen zijn, ja, dat is wel nodig. Allee, je kunt natuurlijk ergens in een koffiebar gaan zitten of zo, hè, maar... Ja, en dat is toch iets van focus. Ja, soms in een bar zitten. Columns, dat doe ik echt in daar heb ik zo'n traject van. Dan ga ik eerst begin ik daar als ik een idee heb en dan vertrek ik naar de volgende. Je kijkt zo rond. Je zit in de koffiebar, je kijkt waar rond. Wat ga ik eens doen? En dan wacht je tot het een happy hour er is. En dan komt het er heel vlot uit. Ja. En dan gaat het heel vlot. Ja. Nee, zo werkt dat toch echt niet. Nee, dat is spijtig. Hè. Ik zeg het, dat zijn zo dingen waarvan je zou willen dat het zo makkelijk was. Ja. Maar alhoewel, ja, ik vang soms wel gesprekken op en zo, waarvan ik denk, oh, daar kan ik iets mee doen. Ja, dat heeft ze bij mij ook eens gedaan. Aha, bij mij zitten met mijn familie. Dat is interessant. Ah, voilà, dat is waar. Dat ga ik even aanhalen. Interessante familie. In column. Ja. Uw tante, slimme juriste die heel zinnige dingen zegt. Mijn nicht. Uw nicht, sorry. Ja. Dus en pas zelfs... op, hè, want voor hetzelfde geld komt die naar een column. Maar dat is niet opletten. Ik vind dat gewoon bijdragen. Ja. We geven allemaal, of we engageren ons allemaal op een bepaalde manier. Dus happy ik vind hour. Dat eigenlijk leuk. Dat is voor mij ook ontspanning. Mm-hmm. Hoe ontspannen jullie? Bij mij is dat Rosanne, dus mijn dochter. Ja. Ik vind dat wel zo samen spelen. Vind ik een heel goeie. Die is ook nog maar 3 jaar. Dan kun je zo ook alles loslaten. Hè. Zo, waar dat je in enerveert, in de politiek en zo. Dat is zo even los. En dan zo mee in haar wereld. Ja. Hè. Want ja, die dromen, die hebben zo, die zijn heel creatief. Mm-hmm. En wat dat die allemaal fantaseren al op die leeftijd. En dan, dat is voor mij wel ontspanning, moet ik zeggen. Ja, dat was echt een grote ontdekking zo, dat mijn zoontje dat echt... Ja, je wordt bijna gedwongen om daar mee te gaan, hè, in die wereld, want die hebben echt geen enkele boodschap aan schrijven of politiek of wat dan ook. Dus het is zo, die omkering, ik vind dat echt heerlijk. En zo de verwondering dat die hebben. Die ontdekken alles en dan zijn ze zo verwonderd. En dan staat je bij je eigen vast, oh, ik ben dat eigenlijk helemaal vergeten. Mm. En dan denk ik, alles begint zo opnieuw. Ik vind dat eigenlijk heel mooi. Wat spelen wij dan nog genoeg als mens en als vrouw? De spelende mens. Dat is een heel goede opmerking. Ik denk dat we dat veel te weinig doen. Of dat dat veel te veel gecompartimentaliseerd is. Van, nu gaan we een half uur intensief ontspannen en mediteren. Ja. En nu gaan we dan een half uur koken. En dan zo. Maar zo spontaan eigenlijk niet echt. Hè, ja.
En hoe kunnen we dat dan veranderen? Veranderen? Ik zou, wat ik nu met Rosanne doe, vind ik geweldig. En ik zou dat zo houden. En dan ook, ja, ook in de politiek weet ik ook, ze zeggen soms ook tegen mij dat ik te veel temperament heb, omdat ik me echt, ik kan soms echt kwaad zijn of zo heel verontwaardigd. En dan inderdaad, dan ben ik ook echt boos. Mm-hmm. En dan zeggen sommigen wel van, ja, maar ja, je mocht dat niet meer doen of je mocht... Maar dat, zo ben ik nu eenmaal. Maar dat is ik kan mijzelf niet vertrouwen. Ja, maar ook, ik heb het al zo vaak gehoord. En zo vaak gehoord van ja, je moet dimmen en je moet. En wat je moet zeg u... je dan? Ik zeg dan al, ik zeg ja, maar ik ben zo. Ik kan mij niet veranderen. Ja. En ik zeg dan ook, de dag dat ik niet meer verontwaardigd ben over iets, dan stop ik gewoon met de politiek. Ja, ja, allee, ja. Als je dat niet meer kunt doen, dat je zegt van allee, wat is hier nu gebeurd? Dat kan toch niet en het moet veranderen. Als je dat niet meer hebt. Ja, stop dan daarmee. Hè. Dan moet je niet meer in de politiek, want dan kun je ook niks meer veranderen. Als je zo ill gelaten bent. Maar toch krijg je zo wel van, ja, je moet toch wel opletten. Hè, terwijl dat dan spontane reactie is. Hè. Ja. Dat is spontaan hoe dat je bent. Dus tuurlijk. Waarom moet je dat dan veranderen? Niet. Hè. Voilà, dat vind ik ook. Nee, maar ik heb dat ook al zoveel gehad, dat dan zo is van, pas op, want dat is een kwaaien of zo. Ja. Ja, als je er eens een mening over hebt, dat is... Als vrouw? Als vrouw, ja. Wordt dat gezien als je, maar ja, is dat nu echt nodig? Een bedreiging, zeg, ja, dat is wel... Dat is vind zo, ik, ja, denk dat, ik. Dat komt precies zo intimiderend over. En dan denk ik, allee, Verhofstadt en de Hanen en de Waal, hoeveel keer zijn die niet uitgevlogen in het parlement? Ja, ja. En dat vinden ze dan allemaal geweldig. Oh, goed, amai, die is voor ons opgekomen. Ja, van het moment dat je als vrouw zegt... En hoe komen we daar nu bij? Want we waren over spelen, de spelen, over het spelen. Ja. Ja, maar voor een deel, denk ik, ik kan me dat voorstellen, misschien is dat een van mijn vooroordelen over politiek, maar is dat natuurlijk ook een spel? Toch? Dat je zo... Ja, maar dat... Ja, maar dat, allee, dat, er dat zo is iets... bij mij wel niet. Ik ben wel... Ja, je blijft... Ik vind dat je jezelf moet zijn. Dat je maar authentiek natuurlijk... moet zijn en zo die spelletjes. Ik, ja, er wordt misschien wat te veel spelletjes. Maar je hebt bepaalde regels dat je moet volgen. Ja. In de pas lopen en het moet zo en het moet dit en dat. En dat lijkt mij ook wel heel vermoeiend om het spel dan te spelen. Ja, maar dat moet je niet doen. Wel ja, mijn speeltuin is zo mijn schrijven. Ja. Of daar heb ik het gevoel van, ik voel me daar vrij in. En soms vraag ik me af van in politiek, hè, moet je altijd zo wel opletten en op je hoede zijn? En zo. Mij lijkt dat heel zwaar of moeilijk. Ja, dat is wel waar. Ja, dat is wel. Je mocht dat niet zeggen of je moet opletten tegen wie dat je wat zegt. Ja. Mm-hmm. Maar ja, ik heb zoiets van, ja, zeg, als je daar allemaal moet opletten... Aan u de eer. Oh, aan mij de eer. Veiligheid is voor mij vooral in mijn thuisomgeving, mijn privé. Dat is waar dat ik mij veilig voel, waar dat ik mij... Ja, ik koppel dat ook wel met uw geborgen voelen. Ja, dat is vooral in een thuissituatie, privé-situatie. Want we hadden het er net al even over, de politieke wereld is niet altijd een wereld waar je je veilig in kunt voelen. Hè? Nee, dus vandaar dat ik ook zeg dat als ik spreek over een veilig haven, dat is als ik thuis kom. Dat is zo, oef, dan moeten we er allemaal niet aan denken. Dus dat is inderdaad, ja. Ja, want je bent ook wel een uitgesproken politica, zoal. Dus ja, je begeeft je af en toe wel eens op glad ijs. Dan kan het soms moeilijk worden. Ja, dat is wel waar, maar ik vind ook wel in de politiek moet je een bepaalde mening hebben, een standpunt hebben, een visie hebben. En dan moet je dat ook maar verdedigen. En als de andere een andere mening heeft, ja, des te beter. Dan moet daar maar een goed debat komen. Hè. Ja, maar ik kan me wel inbeelden dat het soms heel hard eraan toe gaat. Soms, ja. Soms is het wel hard. Ik heb dat een tijdje waar ik me ook echt niet veilig heb gevoeld. Dus als ik zo standpunten innam over Erdogan en zijn bemoeienissen hier in Vlaanderen met de mensen hier, dan kreeg ik ook zo echt doodsbedreigingen dat ik mij echt niet... En dat die dan zo ook zeiden van, en we weten nu te wonen en... Van Ginder of van hier. Ah, van hier. Hier. Ja. Van in Limburg of in Vlaanderen. Ja, en dan heb je wel zoiets van, oei, het is precies niet meer zo gezellig om je eigen mening te zeggen. En dan voelt je ook wel,
geïntimideerd en zo van, oei, ik moet precies voor mijn mening opletten, maar eigenlijk moet u dan wel niet laten doen, vind ik. En doe je dat dan? Houd u dan in of niet? In het begin wel van, oei, misschien moet ik toch even daar niks meer over zeggen of zo. Mm-hmm. Dat je dan denkt van, oh, het is genoeg geweest, zeg, hallo. Mm-hmm. Maar daarna denk je, ja, nee, hè, ik heb daar een mening over. Ik vind dat kleine meisjes, dat die niet met een hoofddoek, allee, 8 jaar, die kunnen toch niet kiezen. Dat zijn kinderen. Mm-hmm. Dan heb ik zoiets van, nee, het is voor het goede doel. Ik ga mijn mening niet voor mezelf houden. Ook al vindt Erdogan en zijn aanhangers dat niet leuk, maar ik blijf daar wel voor gaan. Ja. Ben je ook ooit fysiek aangevallen? Nee, fysiek niet. Nee. Maar altijd zo via mails. Via mails. Dan ga ik wel, dan breng ik dat wel voor de rechter en dan komen daar wel uitspraken en zo. Als ze u echt willen doden en heel specifiek, dat ze zeggen, we weten waar dat je woont en we gaan binnenkomen en we gaan dit doen en we gaan dat doen. Ja, maar ik kan me inbeelden dat je dan toch ook wel op een gegeven moment begint te vrezen voor je gezin. Ja, een tijdje heb ik dat wel gehad. En ook zo, ja, dat mijn vader dan, die dan ook zo wat schrik begon te krijgen. Maar ja, ze hadden toch niet opletten en zo. En mijn broers en mijn zussen ook. Maar ja, ik zeg dan ook tegen hun, ik zeg, ja, maar nee, dat willen ze net. Ze willen net dat je je mond houdt en dat je mening niet zegt. Dus nee, ik vind dat we daar niet aan moeten toegeven. Ja Saskia, de schrijverswereld is ook niet altijd een veilige haven, hè? Ook wel een mannenwereld. Dat is waar. Hoe kun je daarin manifesteren? Goh, maar ja, door dat ook een beetje te negeren, denk ik. Mm-hmm. Want er zijn inderdaad, dat is ook wel voor een deel een wereld waar ego's wat tegen elkaar opbotsen. Hè? Of dat het traditioneel is, dat echt een heel sterke mannenwereld. Hè? Van de grote gevierde monumenten die aanbeden werden door... Ja, en dan denk ik van, goh jongens, dat is echt al lang geleden hoor. Dus we gaan dat niet meer zo doen. En het positieve is dat ik nu merk, er is echt een heel sterke beweging jonge schrijvende vrouwen en die zijn die eigenlijk aan het inhalen. Ja. Dus, allee, dat stemt me wel positief, omdat ik nu toch al een tijdje aan het schrijven ben en ik zie echt het verschil. Ja. Dus vroeger kreeg ik heel vaak die vraag van, en hoe is het nu om als vrouw te schrijven? Zo van, omdat je ook heel vaak las dat het nog altijd een mannenwereld was en dat het moeilijk was en dat de schrijven, de vrouwelijke schrijvers... Maar dat is zo van, ik schrijf wel niet met mijn borsten of zo, dus ja, weet ik veel. Dat dat is zo een gekke vraag eigenlijk. Ja. En nu wordt die vraag niet meer gesteld. Nee. Of is het wel echt zo van, je ziet dat daar beweging maar in zit. Je schrijft ook columns, je hebt ook een opinie. Worden daar soms op afgerekend? Jawel. Ja, krijg je mensen van die mail? Van die gezellige dingen soms. Ja, maar mijn oplossing bij echt van die vervelende mails is onmiddellijk deleten. Dan is dat ook precies dat ook uit niet. Mijn systeem. Ja. En je leest dat dan ook niet, of half? Nee, zo met een half oog, zoals een slechte recensie. Hè, zo van, oké, we gaan dat gewoon proberen negeren. Ik heb echt een indruk dat jullie olifantenvel hebben en dat jullie geen angsten hebben, of vergis ik mij? Oeh, eigenlijk. Ja, ik heb geen grote angsten, maar wel voor muizen. Dat is, dat is iets. Ik heb echt schrik van muizen. Dat is heel dus raar, maar. Dat is raar, ja. Nee, ik heb heel veel schrik van duiven, stadsduiven. Ik woon in de stad. Ik heb deze nacht, ik denk er nu opeens aan, gedroomd dat stadsduiven mij allemaal kapot pikten. Dus, dus echt van beesten. En het is vaak zo'n moeilijke mensenwereld. En dat is allemaal geen probleem. De angsten komen van de beesten. Ja, ik denk dat is van vroeger. Ik weet nog, mijn moeder, dat die de ene keer ook eens een muis heeft gezien. En dan klom die op die tafel en begon te roepen en te schreeuwen. En toen dacht ik weet niet, 6 jaar was of zo. Dat was zo, dat beeld. En sindsdien doe ik dat dus ook altijd. Dat is imitatie. Niet dat ik veel muizen zie, maar als ik dat zie, dan dat ik dan zo op een tafel kruip. Dat is gewoon even schrik, Saskia, voor Zuwal was de veiligheid haar thuishaven. Mm-hmm. Wat is veiligheid voor jou? Ja, natuurlijk, thuis is heel belangrijk. Hè? Maar zo het eerste, of jullie hadden het daarnet ook over de natuur en zo. Eigenlijk vind ik dat, of ik denk onmiddellijk aan mezelf als kind in een boomhut. Ik vond dat fantastisch om in bomen te klimmen en daar dan zo een soort huisje te maken eigenlijk. Dus dat was zo mijn ultieme veiligheid. Of ik zat daar en ze konden mij roepen, maar ze zagen mij eigenlijk niet ook. Ik vond dat heel leuk. Of vond dat zo... En een boom het nu in maken? Ja, kunnen we dat toch eigenlijk op een idee? Ik ga me gewoon opsluiten als ik zo'n betante dossiers heb. Een boom.
Of ambetante collega's. Ja, gewoon. Ja. Die vergaderen in een boomhut, wie durft. Een boomhut is goed. Is heel, heel goed idee. Oeh, ben ik heel slecht in. Waarom? Oh ja, nee. Als ik mij niet vastbijt, dan vind ik dat heel moeilijk om los te laten. Of ook in een relatie. Als je echt iets hebt opgebouwd en dan... Ja, moet je dat... Allee, dan verandert dat of ga je dat lossen? Ik vind dat heel moeilijk. Dat dat dan zo lijkt. Een breuk, hoe echt kan een breuk zijn? Als je echt met iemand iets samen heel veel gedeeld hebt. Dus ik ben niet echt... heel sterk in loslaten. Heb je dat al veel meegemaakt? Niet veel, maar ja, als dat dan gebeurt, vind ik dat... Ja, is dat echt heel zwaar. Ja, is dat herkenbaar voor jou? Ja, ik had dat bij mijn moeder, toen dat mijn moeder stierf. Hè. Dat was voor mij gewoon iets dat je niet verwacht. Hè. Dus je moeder is je moeder. Mm-hmm. En ja, ze was ook nog toch vrij jong, 63. Mm-hmm. En je werd dan zelf mama geworden. Ik was nog maar juist moeder geworden. Mm-hmm. Ik was zo 2-3 weken met zo'n klein boeleke thuis. Zo in die cocon, je veilig haven. Hè. En dan zo abrupt je moeder moeten loslaten eigenlijk. Om 4-5 uur 's morgens telefoon krijgen met je papa die zegt, ja, moeder is gestorven. Kom naar hier. Dat was voor mij toch wel heel, heel moeilijk. Ik heb het daar alleen nu, 3 jaar later. En ja, natuurlijk altijd als ik... En ik zie mijn dochter elke minuut bij manier van spreken, dan denk ik daar ook aan. Dat is heel raar, maar zij was geboren, zij was er nog maar een paar weken, uw moeder sterft. Ik was ook half depressief eigenlijk. En je hebt dat niet door, hè, als je depressief bent. Omdat je je moeder afstaan, die verwerking. Maar je bent dan ook mama geworden. Ja, vrienden die op bezoek waren, die gegeneerd waren. Van ja, moeten wij u condoleren of moeten we proficiat zeggen? Ja, dat is zo verwarrend gewoon. Hè. Ja. Dat ik daar ook... Maar je beseft dat dan niet. Dus ze is er dan niet meer. Je bent dan moeder, je bent dan half depressief. Maar ja, je moet dan wakker worden, borstvoeding, je kleine. En ja, zij was eigenlijk wel mijn grote troost. Mm-hmm. En nu, als ik elke minuut dat ik haar Rosanne zie, dan is dat ook zo terug mijn moeder. Zo. Dat is zo, ik koppel dat nog altijd. Ja. Maar heb je moeder dan ondertussen al kunnen loslaten? Toch nog niet, nee. Ik denk dat ook normaal is. Ik denk dat je dat niet kunt, denk ik. Dat blijft altijd. Je voelt wel, ik voel wel zo precies alsof daar zo de vleugels van mijn... Dat die doorgeknipt zijn, zo precies. Mm-hmm. Dat gevoel heb ik wel. Dat is heel raar. Maar zo echt volledig loslaten, dat is heel moeilijk. En ik merk ook dat ik het heel moeilijk heb om naar het kerkhof te gaan. Ah, ja. Bijvoorbeeld mijn zus en mijn broers, die doen dat wel. Die doen dat bijna wekelijks. Mijn vader doet dat nog elke dag ook. Mm-hmm. Maar ik heb het daar heel moeilijk mee. Dat is zo precies die confrontatie die je niet wilt aangaan. Maar je had dan waarschijnlijk een hele speciale band met je mama. Ja, mijn moeder, zij is eigenlijk de feministe en diegene geweest die ook in het gezin altijd zei, mijn dochters moeten studeren en die moeten een inkomen hebben, want ik wil niet dat die afhankelijk zijn van een man. Mm-hmm. Dus die zat heel fel achter ons en wij hadden bijna een vriendinnenrelatie en samen dansen en dat was heel bijzonder. Maar loslaten is natuurlijk ook de dossiers kunnen loslaten, is dat moeilijk? Nee, ik ben ook wel iemand die, als ik mij vastbijt in een dossier, dan laat ik het ook niet los. Dus tot grote ergernis van raadgevers, die denken, ze heeft iets gezegd, maar ze is dat al vergeten, die komt daar niet meer op terug. Maar ja, ik heb dan zo de slechte wil om zo'n week later zo een sms'je te sturen en weten we al iets meer over dat dossier. Ja. Dus ik kan dat niet loslaten, maar ik merk wel als ik thuis ben en bijvoorbeeld, ik slaap wel gemakkelijk. Mm-hmm. Het is niet dat ik wakker lig of dat ik niet kan inslapen omwille van dossiers of zo. Dat wel niet. Saskia, jij hebt ook thema's die je niet kan loslaten, hè? Ja, dat is waar. Er zijn een aantal punten die ik heel belangrijk vind. Of, bijvoorbeeld, dat heb ik hier al een paar keer vernoemd, maar feminisme vind ik echt wel
heel ja, cruciaal. Of, jij zegt van, mijn moeder was eigenlijk een feministe. Goh, ik denk, mijn moeder ergens ook. Allee, of we hadden het over loslaten. En ik heb een moeilijke relatie met mijn ouders, maar je kan dat nooit helemaal loslaten. Mm. Waarom dat is je relatie moeilijk met je ouders? Omdat ze moeite hebben met mijn geaardheid en de manier waarop ik leef. Ik heb ook een zoontje met een vrouw. Mm-hmm. Dus biologisch is dat niet mijn kind. Dus mm-hmm. dan, ja, voor hen is dat dan ook niet mijn kind. En ook niet hun kleinkind. En dat is natuurlijk wel ja, een bron van... Allee, dat is moeilijk. Hè. Ja, dat, kan ja, dat, niet, is moeilijk, niet, dat is moeilijk. En hoe gaat je daar dan mee om? Ik zelf? Ja, ja zoek er is een manier hè, om... ik denk nu zelf gewoon... Ik ben daar voor mezelf helemaal zeker van dat ik mijn zoontje doodgraag zie en dat dat gewoon mijn zoon is. Tuurlijk. Allee, en ik zie ah, ja, en dat zit hem ook gewoon in elke dag heel veel met hem bezig zijn en dat merken. En wij kunnen eigenlijk heel goed, heel idioot spelen en zo. Dus dan denk ik, van, dat zit eigenlijk goed. Die gaan niet veranderen in van mening? Wel, ik denk ook dat ze ergens een soort van halstarrigheid hebben in hun hoofd. Dus dat dat moeilijk is. Maar gewoon, ja, om daar even op terug te komen. Hè, mijn moeder en denk veel mensen zijn eigenlijk, hebben heel veel tegengestelde dingen in zich. Denken wij allemaal eigenlijk. Dus mijn moeder was ergens ook echt een feministe. Of die heeft ook altijd gezegd van, ja, maar... Zij had zelf gestudeerd, rechten en notariaat, en dan 4 kinderen gekregen, thuisgebleven. Maar ze zei wel altijd van, dat niet doen, wel gaan werken. Dus, en ik vind dat eigenlijk een heel belangrijke, mooie en goede stap naar, voor de volgende generatie. Mm-hmm. En effectief, wij werken of wij zijn wel zelfstandig. Ja. Dus dan denk ik van, oké, als je zo dat zaadje plant en kan doorgeven, is dat eigenlijk wel... hoopvol. Dus dat is een van mijn stokpaardjes, inderdaad. Ja, je hebt ook gezegd dat je echt feministe bent. Ik heb zo precies een indruk dat de jongere generatie niet meer mee is met dat feminisme. Ja, ik denk dat wel. Ja? Ja. Ik denk dat er... Of ik zie dat toch, dat dat in verschillende... Het is eigenlijk nu net heel vaak... Hoe komt dat voor? Ik kijk naar grote pop-iconen, zoals Billie Eilish en zo. Die zijn eigenlijk allemaal heel erg geëmancipeerd. Ja, zeker. Absoluut nodig. Ja, maar sommigen denken dat dat zo wat achterhaald is. Hè? Dat blijft zo wel altijd zo in een negatieve... Dat heeft een negatieve connotatie vaak, het feminisme. Maar ik denk zo dat van, dat ook voor een deel komt uit het feit dat dat lijkt dat dat een soort van anti-beweging is. Maar dat is niet zo. Het gaat over gelijkwaardigheid. En dus dat betekent niet van nu gaan we een groep zijn rechten afnemen en we geven die aan de andere groep. Inderdaad. Nee, heeft iedereen... Ja, dezelfde rechten en dezelfde keuzes. Hè? Want niet alle vrouwen moeten gaan werken, ook niet alle mannen moeten gaan werken. Nee. Maar er moet gewoon de mogelijkheid zijn om dat allemaal... Ja. Zowel, jij zei daarnet, ik vind dat nodig. Voed jij je dochter al feministisch op? Ja, ik moet eerlijk toegeven van wel eigenlijk. Dat zit misschien in kleine dingen bijvoorbeeld. In welke dingen zit dat dan? Ja, een speelgoed bijvoorbeeld. Hè, dat wij genderneutraal, dus niet naar de poppetjes of zo, maar vrachtwagens, geen rolls, maar alle kleuren. Hè, dat zijn zo van die kleine dingen. Ook, ze is nog maar 3 jaar, maar ik zeg nu ook al van kijk, niemand mag aan uw lichaam komen. Hè? Mm-hmm. En allee, zo, ik probeer zo... Dat is heel belangrijk. Ja, en ik heb nu ook wel vanuit... ik heb nu ook brochures en leermateriaal laten maken, maar dan als minister, hè, om in september op in kleuterklassen al mee te geven. Mm-hmm. Ook aan jongens, want ja, hè, van een nee is een nee. Ja. En hoe dat je met je lichaam moet omgaan, ook een kader van seksueel geweld en zo. Allee, ik vind dat wel belangrijk. Dus in die zin, ja, ik denk, ik vind dat wel, zoals Saskia zegt, het gaat niet over rechten afnemen van iemand anders, maar het gaat over die gelijkwaardigheid. Mm-hmm. En vandaag de dag is dat wel nog altijd niet het geval. Als je kijkt naar de lonen bijvoorbeeld, voor exact dezelfde functies, vrouwen worden nog altijd te weinig onderbetaald. Dan heb ik het gewoon puur over dezelfde functies. Ook als het gaat over raden van besturen, directiecomité. Saskia, welke werkpunten zijn er nog? Waar moeten we nog voor strijden? Om het gelijk te kunnen trekken? Ja, ik heb daar een aantal opvattingen over. Ik denk dat het van verschillende richtingen moet komen. Maar ik ben zelf wel voorstander van quota. Ik denk dat een... omdat als je iets zijn natuurlijk beloop laat gaan, dan duurt het
eindeloos. Dan gaat het niet gebeuren. Dus om daar een duwtje te geven, dat lijkt me eigenlijk heel logisch. Zij zegt van, we willen een representatieve samenleving, dus we zorgen dat er zoveel... Ja, dat iedereen eigenlijk wel zich vertegenwoordigd voelt. Dus dat vind ik een heel goed... Ja, en wat je ook zegt, hè, heel jong beginnen, daar... Zit het hem duidelijk maken? Ik deed dat ook bij mijn dochter. Hè. Van, die mocht dan niet met de poppen spelen. En dan echt? Zei ik, en met wat heb je gespeeld? Met de popvolle blokken, zei hij dan. Die nee, maar dat dan niet zeggen, die had keihard met de poppen gespeeld. Nee, maar ik werd toen ook bij mijn zoontje, dat die echt een en al is van... snelheid en zo. Dus, maar dat is op zich helemaal oké. Okay, het gaat hem gewoon over respect, denk ik. Wederzijds respect en of dat die nu alleen voetballen of niet, of dat is niet het cruciale. Maar vrouwen moeten ook kunnen voetballen en ik deed dat als meisje deed ik dat eigenlijk ook. Of trok me daar helemaal niks van aan eigenlijk. Ik ook, alleen maar... was dat niet echt een succes, maar goed. Ik vind dat een heel moeilijke, dat ik wel vaker die vraag krijg van waarom schrijf je? Mm-hmm. En waarom is dat een moeilijke vraag? Ja, waarom? Maar ik denk dat dat, zo, dat dat met de grote dingen in het leven zo is. Je kan dat niet echt beantwoorden. Ja, ik zou daar een hele uitleg aan kunnen geven dat dat ergens genetisch is. Want mijn grootvader die zat altijd gedichten van gezellen eigenlijk na te maken. Of die wou zo zelf een soort van Guido Gezellen spelen. Mijn moeder is ook wel heel erg talig. Dat komt misschien daarvan, maar echt waarom dat je zo... Eigenlijk als bijna... Ja, schrijven is iets, dat is iets heel absurds. Hè? Je zit heel veel achter een laptop. Het gaat tussen je hoofd en die woorden. Ik denk toch om... Een beetje... Ik vind de werkelijkheid op zich te droog. En ik wil zo precies... Ja, ik vind dat echt... Een fantastische kleur. Ik wil daar zoiets aan toevoegen. Een of andere kleur. Of laten we zeggen, een extra rijstrook. Iets wat daar heel nauw mee samenhangt, maar niet één op één met de werkelijkheid of zo. Omdat ik ook denk van uiteindelijk... Zoveel dingen zijn ook afspraken en grappen. En dus om dat een beetje op losse schroeven te zetten, ik vind dat eigenlijk ook... Ja, mij maakt dat blij eigenlijk. Dat is het toch vooral. Als ik iets echt... geschreven heb waarvan ik denk van dit wou ik doen en nog extra, er zijn lezers die zeggen van dat herken ik nu, bijvoorbeeld mijn meest recente roman Nachtouders over het prille ouderschap en zo, daar hebben heel veel mensen mij gezegd van ik herken het, dat is eigenlijk heel mooi dat je zo kan connecteren, dus dan, dat is eigenlijk mijn drijfveer, denk ik. En wat drijft jou zoal? Bij mij is dat toch het gegeven van zaken in beweging te brengen en vooral te doen veranderen zo. He, vanuit een verontwaardiging. Want ik had overlaatst zo de vraag van omdat ik heb 4 jaar geleden die zorgcentra na seksueel geweld opgericht. En dan kreeg ik ook de vraag van en hoe komt dat je daar zoveel mee bezig bent? En dan zei ik ook wel van ik heb in het verleden heb ik vaak met vrouwen die mishandeld werden en die konden geen Nederlands. Ik ging vaak mee om te vertalen naar de huisarts en zo. En dan zag ik hoeveel miserie dat daar was voor zo'n slachtoffer. Want die moest dan eerst naar de huisarts en dan moest je nog naar de gynaecoloog en dan moest je nog naar een psycholoog. En dan, had ze geen bewijs om dat dan te bewijzen voor de rechtbank enzovoort. En het is zo de dingen die je ziet en meemaakt, dat je denkt van dit moet toch wel veranderen. En zo ben ik dan destijds in 2017 die 3 zorgcentra na seksueel geweld, waar dat je weet, die slachtoffers, verschrikkelijk wat dat die meemaken, maar die worden tenminste daar, worden die niet nog eens getraumatiseerd. Ja. Hè? Dus die worden daar wel opgehangen. Want er is heel veel maatschappelijk engagement bij jou, ook heel veel Piet. Hè? Mensen zeggen altijd van, zowel, dat is één, die gaat door. Hè? Maar is dat dan soms niet dat je ontmoedigd wordt in de politiek, omdat je heel weinig kunt realiseren? Ja, dat heb ik wel. Met momenten heb ik dat wel, moet ik echt wel zeggen. Wanneer dat ik zo, heb veel dingen, drive en energie en ik ga daarvoor. En altijd ook van, en dit moeten we ook doen en dit moeten we ook doen. Maar en dan ben je wel ontmoedigd als je bepaalde belangen tegenkomt. Bepaalde belangenorganisaties die hun eigen belang hebben en die zeggen, nee, wij vinden Bos helemaal niet belangrijk en Vlaanderen is veel te klein
om nog meer natuur in te steken. Ja, dan ben ik, verontwaardigd. En wat doe je dan? Oh, dan doe ik voort. Ja, dan, voort. Je, dan, komt de, dat, dan is dat niet gemakkelijk. Hè? Dus dan komt heel veel obstakels tegen. Van oei, en dan moeten we zo. Terwijl, ik ben iemand van natuur die zo gaat. Hè? En, ja, en dan leerde wel van, die ziet dat niet zitten en die ziet dat ook helemaal niet zitten. En die is ook al kwaad. Ja, dan leerde wel zo te gaan, omdat je weet dat je daar moet uitkomen. Hè, dus, en dat is wel wat moeilijk. En in het begin had ik het daar heel moeilijk mee. Dat is zo wat schipperen. Ja, en ik had daar in het begin in de politiek, en zeker als je operationeel als minister bezig bent, heel moeilijk mee. Maar ik heb wel één ding geleerd, dat je eigenlijk, dat je met die belangenorganisaties, of dat nu VOCA is, of Boerenbond, of wie dan ook, dat je met al die mensen wel moet spreken, maar dat je op het einde van de rit wel je eigen visie en dan de gemene deler, wat is hier het beste voor zoveel mogelijk mensen, dat moet je dan eigenlijk doen. Dus ik vind al die belangen eigenlijk ondergeschikt. Ja, tuurlijk. Maar zij denken, ons belang is heel belangrijk. En dat moet gehoord worden. Saskia, jij bent ook heel gedreven. Hè? Kom jij soms obstakels tegen? Ja, jawel. Ook die ik zelf soms op mijn eigen weg. Ja, nee, maar dat is die ook zelf zo. Creëert. Dat ik denk van, goh, ik zou het mezelf wel makkelijker kunnen maken. Geef eens een voorbeeld. Maar ik had dat ook als kind, hè, beginnen discussiëren. En dat je weet van. Omdat ik dat belangrijk vind. Omdat ik dus ook wel vind. Ik vind het beter om het met iemand oneens te zijn, maar dat je echt een gesprek hebt. Dan zo het ding van, goh, ja, we zijn wel allemaal. Zoiets, zo van die typische dingen van aan een tafel van en nu gaan we daar niet over praten en daar niet. Ja. Dat je zo weet, oeh, er zitten veel angels in. Ja, ik vind dat niet zo. Concrete dus voorbeelden. Echt... Ja, maar ik ben ook wel zo iemand, en dat is heel stom, maar misschien ook een beetje tekenend. Ik ga wel snel tegenspreken. Zo ook bijvoorbeeld als politie mij tegenhoudt, dan denk ik van ja, maar. Dus, en die zien dat ook al aan mij. Ik heb dat ook. Die zien ik heb dat ook. Ja. En dan denk ik, dat is niet slim gewoon. Nee. Dat is niet, maar ja, sterker dan mezelf. Of, maar ik heb dat ook in andere situaties, hè, waarin dat er, waarin dat mensen blijkbaar dan toch zwijgend passeren of ik hoorde heel vreemd geschreeuw. En dan stop ik en ga kijken en er werd een vrouw wel geslagen. En dan denk ik van, dat is toch raar dat mensen voorbij lopen. En wat heb je dan zijn gedaan? We wel met een paar mensen, jawel, hebben de politie gebeld en dan is zij weggehaald. En, allee, zo, maar ik vind dat eigenlijk wel, klinkt misschien melig, maar je plicht ook als burger om wel betrokken te zijn bij wat er gebeurt. En elkaar ook aanspreken op bepaalde gedragen, vind ik. Ja. Ik vind dat niet meer dan normaal. Saskia, je hebt het net aangehaald. Dus je had dat als kind al, gedreven en dat wilde in discussie gaan. Had jij dat ook zo al vroeger? Ja, ik had dat ook wel, Dus ook, we zijn dan met vijf thuis, vijf kinderen, iedereen een eigen mening. Want dat is niet echt evident, want jij komt uit een Turkse familie. Ja. Ja, maar toch, er werd wel bij ons aan tafel wel gediscussieerd. En iedereen had een eigen mening en er was altijd heel veel lawaai en dat was roepen om het hardst, om gehoord te worden. Ja, ik denk dat helpt eigenlijk veel kinderen en dan ons was dat ook wel. Ja. Dus je leert dat wel. En dan ook nadien ook, op school ook, als je zo klasverantwoordelijke bent of met die Amnesty International en zo, die schrijft ze vrijdagen en zo. Ja, nee, dat zijn er dan bepaalde dingen die je ook wilt doorgeven aan jouw dochter? Ja, ook dat engagement. Ik vind dat wel belangrijk, dat ze een engagement aanneemt. Ze is nog maar 3 jaar, maar ze is vegetarisch, dus wij voeden die vegetarisch op. Ze heeft nog nooit vlees of vis gegeten. En op school is ze dan ook wel activistisch. Ze is 3 jaar, maar de schoolmaaltijden met vlees. Dat is wel echt een woord te straffen. Die zegt dan wel op school van vlees, nee. Zo tegen die andere kleuters. Hè. Ja. En dan gaat ze met mijn zus gaat ze dan halen. En, want mijn nichtje zit dan ook op dezelfde school, ze is 5 jaar. En dan zegt Rosanne dan, want ze eet dan met mijn zus, geen vlees. En nu wil die dochter ook geen vlees meer eten. Hè. Want ik krijg toch heel veel kritiek op. Omdat je dochter opvoedt zonder vlees. In het begin zo wel, gaat die wel nog groeien en voldoende vitamines. En ook mijn vader, dat is dan zo eerder een traditionele. Die gaat veel ziek worden en je moet die wel vlees geven. Maar uiteindelijk, ze is nu 3 jaar, ze is eigenlijk, houd vasthouden, tafel. Ze is nooit ziek geweest en dat gaat eigenlijk goed. En dan moet mijn vader ook wel zijn mening herzien, hoewel dat hij heel traditioneel is. Zegt hij, Dus, maar
mijn zoontje heeft ook zijn lievelingsvlees, dat is zo vegetarische burgers, want die kent ook niet anders. Dus dat is voor hem vlees. Ja. Maar wat wil jij jouw zoon nog echt meegeven? Ja, ik hoop toch ook wel ergens een soort van verbeeldingskracht en een kracht om iets te gaan in gang zetten of iets te veranderen. Ja. Want ja, het is... Ik vind zo de dingen die mij soms het meest verontrusten, is zo'n status quo. Dat er niks gebeurt. Ja. Oh, zo de stilstaand water. Ik vind dat begint verschrikkelijk. Te stinken. Ja, ik vind dat dus verschrikkelijk. Waarom vind je dat verschrikkelijk? Ja, omdat je ziet dat er dingen aan het rotten zijn. En dan zijn er nog mensen die moeten niks doen, laat het maar. Ik vind dat verschrikkelijk. Allee, je moet vooruit gaan. Als je ziet dat dingen aan het rotten zijn, dan moet je dat oppakken. Mm-hmm. En dan moet je zien dat je dat verandert. Hè. Dus, ja, ik ook volledig. Ja. Echt zo, ja. Ja. Ik kan dat ook niet begrijpen. Nee. Zo van, ik heb het daar ook heel moeilijk mee. Okay. Ja, het is iets gemeenschappelijks. Ik heb het daar heel moeilijk mee met zo... Als het niet goed is, vind ik dat je het moet veranderen. Met gezag heb je het ook niet echt gemakkelijk, hè? Met gezag, met regels. Wat bedoel je daarmee? Vertel. Ik zag je zo daarnet kijken als het over de politie ging. Man. Ja, ik heb al... ik spreek ze dan ook inderdaad wel tegen. Hè? Dus, en dan was zo ene keer van, oh, zeg, sma dan de politie, boete. En dan weet ik ook nog heel goed, toen ik pas staatssecretaris was, dat ze daar binnengevallen waren op het kabinet. Ze kwamen daar dossiers halen. Dat was naar aanleiding van een dossier van mijn voorganger. De politie was daar toen ook bij. En ik vond dat eigenlijk niet kunnen, hoe dat die zo deden ten aanzien van mijn medewerkers. Mm-hmm. Ja, zo niks zeggen alsof dat wij een bende criminelen waren. Ja. En toen zei ik zeg, ja, meneer, gaat het? Rustig, hè? Mag ik eens vragen wat je hier komt doen? En die man die was zo kwaad en die zei, ja, maar ik ga u een PV uitschrijven, smaad aan de politie. Ik zeg, smaad aan de politie? Ik zeg, ik vraag gewoon om beleefd te zijn. Ja. Dus in die zin, dat was ook wel wat herkenbaar. Ja, ik heb daar ook vroeger ook nog wel last mee gehad. Zo. Ja, gewoon tegenspreken of zo gaan doen. Van, ja, maar... Allee, zo gewoon, ik kan niet tegen autoriteit... Zonder reden, of eigenlijk zo'n machtsvertoon, zonder dat dat nodig is. Of ja, dat kan ook op een andere manier. Zo, dat vind ik heel moeilijk. Dus met mijn vader had ik dat ook wel, moet ik zeggen. Ook, ja, heel als ik zo wat, ja, als ik vroeger jong, zo als tiener, ja, moet niet vergeten, hij komt natuurlijk vanuit Turkije, een heel andere traditie, een heel andere cultuur. En zo, als je dan naar Fuiven wou gaan en je wilt dan naar de KU Leuven, op Kot, dat zijn zo allemaal concepten die hij niet mee heeft. En, en dan, ja, zijn omgeving, die sprak hem dan aan van, ja, maar ja, uw dochter, je gaat u toch niet op Kot sturen? En die gaat dan slimmer worden dan nu en die gaat niet meer luisteren. En dan had ik daar wel inderdaad wel echt discussies mee en dan moest ik dat zo uitleggen en dan ging ik daar wel tegenin. Met mijn vader heel veel. Ja, omdat ik ook wel het gevoel had, alleen dat was zo wrong. Dus mijn moeder, een heel intelligente vrouw, en die bleef dan thuis. Mijn vader had een heel goede job en die werkte veel. Maar dus, ja, hij had dan zo de toestemming om een soort van goedkeuring te geven voor dingen en niet. En ik kon daar niet tegen. Ik dacht zo van, eigenlijk klopt dat toch niet. Want als we nu eens kijken van hoeveel tijd onze moeder eigenlijk hier spendeert en hij. Maar hij kon dan zo zijn veto stellen. Ja. Ik werd er echt razend. We gaan de vaders er niet bij halen. Mm-hmm. Maar we gaan wel... een happy hour organiseren. Ah, okay, dus we doen zo meteen nog met ons drietjes verder, met een drankje erbij. Dankjewel. Ik vond het heel fijn dat jullie waren, Saskia de Koster en Zuwel de Meer. En jullie thuis ook, bedankt om erbij te zijn. Volgende week zien wij elkaar uiteraard terug met twee fijne gasten. Ciao.